Dank, mevrouw de voorzitter. 2 weken na de verkiezingen moeten we vaststellen deze fase, deze verkenningsfase is vastgelopen. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. De afstand tussen hem en mij is groter. Dat betreur ik, maar ik neem het hem ook kwalijk. Vooral met het oog op de taak die de kiezer ons beiden heeft gegeven. Het herstel van Nederland in de crisis, na de crisis en het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat, in de politiek. De manier waarop de verkenning tot nu toe is verlopen, keur ik af. Ik voel me ook verantwoordelijk. Ik keur ook af dat de heer Rutte over collega Omtzigt heeft gesproken. En ik heb mijn twijfels over de ontkenning en ik heb mijn twijfels over de verdediging vandaag. Ook gezien het patroon dat ik al eerder vandaag benoemde. Daarom dien ik vandaag samen met een aantal collega's, met collega Hoekstra, een motie van afkeuring in. De meest ernstig inhoudelijke terechtwijzing. Tevens wil ik dat de informateur wordt verzocht om te bezien of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor herstel van vertrouwen. En dat is een lange weg. Daarbij wil ik gezegd hebben dat het niet vanzelfsprekend is dat de VVD-leider Rutte het vertrouwen en het voortouw zal krijgen in de volgende fase van de verkenning. Mevrouw de voorzitter, ik lees heel snel de motie van afkeuring voor met uw permissie. De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat in het licht van onder meer de toeslagenaffaire, versterking van vertrouwen in de overheid en versterking van de rol van de Kamer als tegenmacht tegenover de regering een urgente opgave is. Overwegende dat de opmerking tussen aanhalingstekens positie Omtzigt, functie elders, in het voorbereidingsmemo of aantekeningen van oud-verkenners buitengewoon schadelijk is, omdat het de suggestie wekt dat een kritisch lid van de Kamer buitenspel gezet moet worden. Spreekt uit dat VVD-fractieleider Rutte, die tevens de rol van demissionair minister-president vervult, de waarheid niet sprak in de media, dat hij bij oud-verkenners niet heeft gesproken over de positie van de heer Omtzigt. Overwegende dat deze gang van zaken ernstige schade heeft toegebracht aan het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid en aan het onderling vertrouwen in het proces om te komen tot een nieuwe regering, keurt deze handelingswijze af. Spreekt uit dat in de opdracht voor een informateur met de nodige distantie van alle partijen uitdrukkelijk op te nemen om te bezien of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor het herstel van vertrouwen, gaat over tot de orde van de dag. Kaag Hoekstra. Ik wil ook graag de Kamer voorleggen om een informateur te laten onderzoeken welke partijen echt werk willen maken van een nieuwe, transparante bestuurscultuur met meer openheid en tegenmacht. Daarvoor is nodig dat wordt gebroken met ingeslepen gewoontes uit het verleden. En als de heer Rutte daar niet toe in staat blijkt, zal het volgende kabinet zonder hem zijn of zonder mij. Heel snel. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterend mevrouw Van Ark de heer Koolmees heeft aangesteld als verkenners. Overwegend dat de ontstaande politieke situatie vraagt om herstel van vertrouwen en een nieuw begin in het werken aan herstel van Nederland uit de crisis. Overwegend dat de ontstaande politieke situatie vraagt om een gezaghebbende, onafhankelijke verkenner met een grote afstand tot de actuele politiek en de partijen. Spreekt uit een informateur aan te zoeken die in gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties verkent op welke wijze de vorming van een coalitie kan plaatsvinden, gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend Kaag, Wilders, Hoekstra, Marijnissen, Ploemen, Klaver, Baudet, Ouwehand, Segers, Dassen, Eerdmans, Van der Staaij, Azarkan, Den Haan, Van der Plas, Simons, Rutte. Dank u wel. Dank. Dank u wel. Ik wilde nog één laatste opmerking maken, mevrouw de voorzitter. Nee, het is goed zo. Dank. Het is goed, dank u wel.